Waarom zou een 80-jarige nog aan krachttraining moeten doen? Dit is de Universiteit van Nederland. Om hier naar boven te lopen heb ik spieren nodig. En net zoals ik hebben jullie allemaal spieren. Wat heel veel mensen niet beseffen, is dat spieren plastisch zijn. Spieren zijn dynamisch. Al uw spieren worden continu afgebroken en weer opgebouwd. En dit gaat met een snelheid van 1 tot 2% per dag. Nou, moet u eens nadenken. Kijk dus naar uw eigen arm. Rol uw mouw eens op. Kijk niet naar mijn arm, kijk naar uw eigen arm. En kijk er nou eens gewoon naar. Maak eens een vuist. En kijk eens naar de spieren onder de huid. Dat is uw arm. 2 maanden vanaf nu, nieuwe arm. Kun je heel moeilijk voorstellen, maar een turnover rate, een afbraak en een aanmaaksnelheid van 1 tot 2% per dag, betekent dat in 50 tot 100 dagen uw spieren helemaal afgebroken en opnieuw opgebouwd zijn. En dat kunt u zich niet voorstellen. Maar dat is wel degelijk wat er gebeurt. Dat noemen wij skeletspierplasticiteit. Nou, dat is heel gemakkelijk, dat is heel praktisch. Want daardoor zijn we in staat onze spieren aan te laten passen aan fysieke training. Veranderingen in fysieke belasting bijvoorbeeld. Als je naar het volgende plaatje kijkt, ziet u bijvoorbeeld wat je kunt doen met training. Je kunt eruit zien als de persoon naar rechts. Of je kunt eruit zien als de persoon naar links. Krachttraining versus duurtraining. Nou weet ik dat iedereen denkt, die persoon rechts deed heel wat meer dan alleen training. Maar dat deed die persoon links ook. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit natuurlijk. Maar het is grappig om te zien dat onze spieren, en ieder van jullie zijn spieren, in staat zijn om zich aan te passen aan een verandering van de belasting. Wanneer u krachttrainingen doet, ziet u er meer uit als persoon rechts. Meer duurtraining ziet u meer uit als persoon links. Dus het is heel mooi dat onze spieren zich kunnen aanpassen. En dat komt dus omdat we ze steeds afbreken en opnieuw opbouwen. Maar het heeft ook een nadeel. Het maakt ons ook kwetsbaar. Het maakt ons kwetsbaar voor het verlies van spiermassa. Want net zoals we kunnen reconditioneren aan bepaalde inspanning, kunnen we ook deconditioneren aan het ontbreken van voldoende inspanning. Nou, dit zien we bijvoorbeeld wanneer we immobiliseren. Wanneer je tijdelijk een van uw ledematen geïmmobiliseerd wordt. Wie heeft er wel eens een arm of een been gebroken? Een redelijk veilig publiek. Nadat het gezet is en het zit in het gips, was de eerste klacht? Zwaar. Jeuk. Nou, wat doe je dan? Breinhand nummer 13, die probeert een beetje in te praggen en probeert te krabben. Dat lukt niet echt, maar na 3-4 dagen, ik denk dat de meeste mensen die ervaring hebben, kun je opeens je hand in het gips schuiven. Nou, dat gips is echt niet breder geworden, maar die spier is verdwenen. En zo snel gaat dat dus. Dus bij het ontbreken van inspanning, immobilisatie, zie je heel snel die spier ook zich daaraan aanpassen en dus verdwijnen, kleiner worden. Nou, we zien het ook met veroudering. Wanneer we ouder worden, de meeste oudere mensen hebben minder spieren dan die ze hadden toen ze jong waren. Nou, dat noemen we sarcopenie, het leeftijdsgerelateerde spiermassaverlies en krachtverlies. We zien het nog sneller optreden wanneer we ook ziek worden. Nou, notoire is natuurlijk bij kanker, kankercachexie, het versneld spiermassaverlies als we kanker krijgen. Heeft natuurlijk te maken niet alleen met de ziekte, maar ook met de behandelingen ervan. We zien het bij chronisch obstructief longlijden, COPD. We zien het bij diabetes. Wat ook een heel interessante gedachte is, want de spiermassaverlies zorgt ook dat je minder spier hebt om suiker uit het bloed op te nemen. Dus het is eigenlijk een oorzaak van diabetes, kan het zijn. Maar ook een gevolg, wanneer je diabetes hebt, verlies je die spiermassa weer sneller. Dus dat is eigenlijk weer een spiraal. En daarnaast, hart- en vaatziekten, zien we ook meer veel spiermassaverlies. Dus er zijn allerlei situaties waarbij we nog een versneld spiermassaverlies hebben. Nou, om één ding goed te beseffen is dus dat spieren te behouden is dus een actief proces. Je zult altijd spieren moeten synthetiseren om ze te kunnen behouden, want je breekt er continu af. Nou, dat doet u allemaal, dagelijks. En toch lijkt het niet zo vermoeiend te zijn, want je hebt anabole stimuli die wij gelukkig hier elke dag tegenkomen. En dat zijn voeding en inspanning. En om met de voeding te beginnen, voeding kan direct uw spieraanmaak stimuleren. Ik vind het nog steeds heel wonderlijk dat wat u eet direct uw lichaam aanzet om spieren aan te maken. Het zijn met name de eiwitten in onze voeding. Die geven ons aminozuren, de bouwstenen van eiwitten. En die aminozuren die gebruiken wij weer als bouwstenen voor onze eigen spieren.
Maar het interessante is dat die aminozuren ook signaalmoleculen zijn die direct de spieraanmaak stimuleren. Dus wat u eet, stimuleert uw spieraanmaak. Nou, daar kun je heel leuke onderzoekjes mee doen om dat te laten zien. En wat kun je doen? Je kunt aminozuren kopen. Dat zijn dan aminozuren waar een vlaggetje aan hangt, zogenaamde gelabelde aminozuren. Ze zijn volledig ongevaarlijk, komen gewoon in de natuur voor, maar die koop je dan in bepaalde vorm, zodat je ze in het lichaam kunt injecteren. Dan kun je eens kijken hoe snel worden ze ingebouwd in de spier. En dan kun je spieraanmaak meten in de mens. Maar dat laat je niet zien wat er gebeurt met voeding. Dus een 10, 15 jaar geleden zijn wij begonnen met die aminozuren die veel in medisch onderzoek worden gebruikt, in voeding te verwerken. Maar hoe doe je dat? Want ja, die kun je niet kopen. Hoe zet je die aminozuren in de voeding? Nou, daar hadden we hulp bij nodig. En die hulp hebben we gevonden in een koe. Wat hebben we gedaan? We hebben die gelabelde aminozuren in een koe ingespoten. Nou, dat was wel heel spannend, want we wisten niet wat er zou gebeuren. Want we hoopten natuurlijk dat de koe die gelabelde aminozuren zou verwerken in de melk. Vervolgens konden we met die melk de eiwitten eruit halen en die in klinische experimenten met mensen gebruiken. En zo geven we mensen die melk waarvan het eiwit die gelabelde aminozuren bevat. Vervolgens slikt die persoon het in. Er komt digestie en absorptie. Die aminozuren komen weer vrij in de circulatie, verdelen zich over het lichaam en worden ingebouwd in de spier. En dan kunnen we een spierbiopt afnemen. Dan halen we daar een stukje spier uit. Uit die spier halen we het spiereiwit. En op een labtafel kijken we weer naar de losse aminozuren en vinden we terug die aminozuren die in de melk van die koe zaten. Nou, dat is heel mooi om te zien dus dat een heel molecuul dat hele traject vervolgt. En wat ik u net vertel is eigenlijk over 3 jaar. En dat hele molecuul komt dus terecht. Nou, wat kun je dan doen? Dan kun je kijken naar verschillende eiwitten. Maar het volgende plaatje is eigenlijk het meest duidelijk voor u hier. Het linker plaatje laat zien wat er gebeurt als je 20 gram eiwit inneemt. Nou, 20 gram eiwit is wat je normaal in een maaltijd zult vinden. En dan zien we dat de spieraanmaak met zo'n 40-50% toeneemt. Zo snel als 2 uur na de maaltijd al. Dus simpelweg eten stimuleert de spieraanmaak. En dat gaat een tijdje door tot zo'n 5 uur na de maaltijd en dan zakt het weer weg. Wat is nou het leukste plaatje? Het plaatje is rechts. Het plaatje rechts laat zien dat we binnen 2 uur zien wij dat de aminozuren die in de melk zaten nu al aminozuren zijn die in uw spier zitten. Dus binnen 2 uur is die melk verwerkt en bent u een stukje van die aminozuren zitten nu in een spier. En dat neemt natuurlijk toe over tijd. Met andere woorden, dit is het mooiste manier en het directe bewijs om te laten zien dat uw moeder altijd gelijk heeft gehad. Je bent wat je eet. Letterlijk. Sterker nog, je bent wat je zojuist gegeten hebt. Nou weet ik niet wat u als diner op heeft, maar dat is nu een stukje van u. En ik vind het nog steeds wonderlijk. Nou, voeding is dus een belangrijke factor en die drijft dus de spieraanmaak. Maar er is nog een andere factor. Want van alleen eten ga je geen spieren behouden. En dat is fysieke inspanning. Alle fysieke inspanning, of het nou dagelijkse activiteiten zoals winkelen of tuinieren, of specifieke sporten zoals duursport of krachtsport, alle sporten, alle fysieke inspanning, spiercontractie, stimuleert ook spieraanmaak. Nou, wat is nou mooi als je die twee anabole stimuli met elkaar combineert? Voeding en inspanning samen hebben een groter effect dan de twee apart. Er is een synergie tussen die twee. Nou, dat weten we eigenlijk al heel lang natuurlijk, want alle sporters die zijn er altijd mee bezig. In de medische sector weten we dat, beseffen we dat nog meestal nog niet zo goed. Maar om het volgende plaatje te bekijken, ziet u wat er gebeurt wanneer u een maaltijd inneemt. In geel ziet u een gevaste toestand de spieraanmaak. Die is vrij laag. Dan neemt u een maaltijd met zo'n 20 gram eiwit, een gewone maaltijd, en dan ziet u dat de spieraanmaak, de spiereiwitaanmaak omhoog gaat met maximale snelheden ongeveer bereikt 3 uur na de maaltijd, na het innemen van de maaltijd. En dan gaat die voor langzaam terug. Wanneer u nu fysiek actief bent, ziet u dat de spieraanmaak sterker gestimuleerd wordt en ook langer aanhoudt. Met andere woorden, fysieke inspanning maakt u gevoeliger voor de anabole werking van aminozuren, van voedselinname. Dus je wordt meer sensitief. Met andere woorden, ik heb u al gezegd, u bent wat u zojuist gegeten hebt. Maar als u fysiek actief bent, bent u nu nog meer van wat u zojuist gegeten hebt.
Nou, dat is een concept wat we natuurlijk heel veel in de sport gebruiken. U kent alle mensen die sportpreparaten en voedingen en het afstemmen van de maaltijden en dat soort dingen doen. Dat is iets wat coaches en sporters gebruiken. Nou, dan ga je vervolgens denken, waarom verliezen we dan spiermassa? Wat is de reden dat we spieren verliezen? Nou, dan kunnen we naar het volgende plaatje gaan kijken. Wanneer we jonge en oudere mensen met elkaar vergelijken, dan zien we bazaal, dus gewoon op een nuchtere maag, zien we eigenlijk geen verschil in spier-eiwitsynthese. Het is hetzelfde. Het is ongeveer hetzelfde. Als er al een verschil is, is die hoger in die ouderen. Maar wanneer ze 20 gram eiwit innemen, ziet u dat de toename in spieraanmaak minder sterk is in de ouderen dan in de jongeren. En dat heeft nu de naam anabole resistentie gekregen. Het vermindert vermogen om te reageren op voeding. Nou, dat is een leuke term. Die wordt veel gebruikt om publicaties te maken, aanvragen aan te schrijven. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Wat veroorzaakt die anabole resistentie? Nou, daar kan ik heel veel verschillende factoren voor noemen. Maar het is natuurlijk wel logisch dat misschien fysieke activiteit daar wel eens een hele grote rol kan spelen. Want ik heb net gezegd dat fysieke activiteit maakt je spier meer sensitief. Zou het dan ook niet zijn dat inactiviteit de spier minder sensitief maakt? Nou, dat kun je onderzoeken. En daar gebruik ik een leuk model voor. Dit is een van de modellen. Als u in Maastricht komt en u ziet rond de universiteit heel veel jongere mensen rondlopen met een gipsen poot, dan denkt u misschien zijn ze gevaarlijk of kun je misschien in Limburg skiën. Nee, waarschijnlijk doen ze aan onze studies mee. Dus wat we wilden doen is om te kijken van kunnen we nou de spier van jonge mensen oud laten lijken. Dus we immobiliseren de spier voor 1 of 2 weken door een gipsen poot en kijken dan vervolgens na 1 week of na 2 weken... in hoeverre die spier anders reageert op voeding. En dat is wat u hier ziet. Binnen 1 week ziet u al een enorm verminderd vermogen om te reageren op voeding. Dus dezelfde voeding leidt tot een 30% mindere stijging van de spieraanmaak. Dus fysieke inactiviteit heeft acuut een effect op die sensitiviteit van de spieren voor voeding. Nou, dan komen we eigenlijk op wat ik toen net al zei. Als het eerste punt is van je bent wat je zojuist gegeten hebt. Als je fysiek actief bent, ben je meer van wat je zojuist gegeten hebt. Maar als je fysiek inactief wordt, ben je minder van wat je zojuist hebt gegeten. Nou, dat zijn een aantal quotes waarvan ik hoop dat u ze onthoudt. En wat voor implicaties hebben die? Want dit zijn allemaal leuke studies van nerds zoals ik en alle mensen in mijn onderzoeksgroep. Maar wat is de relevantie? Nou, de relevantie is dat u moet beseffen dat als u oudere mensen gaat trainen, zelfs tot op de allerhoogste leeftijd, zolang we nog leven, is die spier heeft een turnover en kun je dus oudere mensen trainen. En als je oudere mensen traint, kun je dus die spier laten groeien en kun je ook de kracht laten toenemen. En daar is geen leeftijdsbeperking. Maar waar moet u wel op oppassen dat daar de juiste voeding bij wordt gebruikt? Want als er niet voldoende wordt gegeten, is die aanpassing minder optimaal. Oud worden is ook topsport. Nou, waar moet je wel op oppassen? Als wij studies doen en we trainen mensen 6 maanden aan 1 stuk, individuele begeleiding, de juiste voedingssupplement of de juiste voeding op het juiste moment, dan kunnen wij tot wel 1 tot 2 kilogram spiermassa laten toenemen in 6 maanden. Ook bij mensen van boven de 80. Dus dat is het goede nieuws. Maar wat is het slechte nieuws? Is dat we ook gevoelig zijn voor inactiviteit. Wanneer een van deze mensen 1 week op bed komt te liggen door een griepje, een nieuwe heup, een nieuwe knie, dan kunnen ze ook heel snel spiermassa verliezen. In sommige gevallen kun je in 1 week meer verliezen dan je in 2 of tot 6 maanden training goed kunt maken. Dus preventie van spiermassaverlies is essentieel. Nou, we hebben een studie gedaan waarbij we mensen 1 week op bed hebben gelegd. Maar er waren gezonde mensen, geen operatie, geen koorts, goed eten. En die verloren 1,4 kilogram spier. Nou, dat zegt niet zo heel veel misschien. Maar als u dit nou ziet, dit is 1,4 kilogram spier. Dit ben je kwijt in 1 week als je nog niet eens ziek bent. Kun je je voorstellen wat dat een invloed heeft op uw kracht en uw functionaliteit? Dus dat zijn dingen die we moeten voorkomen. Nou, maar dat valt niet mee. Zeker als we kijken naar hospitalisaties, mensen in het ziekenhuis liggen 1 week.
Wat is het probleem in de meeste in een ziekenhuis? Fysieke activiteit, minimaal. Waar is de tv in een ziekenkamer? Boven het bed, bijna elk ziekenhuis. Dus de meeste mensen blijven op bed liggen. Heel veel ziekenhuizen, ook in Maastricht, zijn we nu bezig om... hoe kunnen we het veranderen? Hoe kunnen we fysieke activiteit stimuleren? En zorgen dat mensen gaan eten of gaan bewegen. En twee, voedinginname. Als je alleen al de eiwitinname wil handhaven... zoals die voor je ziekte was of voor je hospitalisatie... is dat allemaal mogelijk. Mensen eten minder, dus eten ze ook minder eiwit. Dus gaan ze ook nog eens veel minder eten. Dan heb je de problemen van een operatie, een dag nuchter blijven... de dag na de operatie misschien een maaltijd missen. Dus wij zien in de praktijk dat mensen eigenlijk ook gezonde mensen... met gewoon die komen voor een nieuwe heup... dat die de tijd dat ze in het ziekenhuis liggen ondervoed zijn. Dus probeer spiermassaverlies te voorkomen door de eiwitconsumptie gelijk te houden. Dat betekent een meer eiwitrijkere maaltijden gebruiken. En zoveel mogelijk fysieke activiteit, voor zover mogelijk, weer terug te introduceren. Nou, gelukkig zien we uit allerlei gremia steeds meer fysieke activiteit. Het stimuleren van fysieke activiteit bij ouderen. En daar gaat het volgende filmpje over. Dat is een van de voorbeelden. Ik wil graag voelen dat ik moe word van hetgeen dat ik doe. Ik heb ook een paar keer naar sportscholen gekeken, maar ik vind het daar te druk. Ouderen komen liever naar Room to Move dan een reguliere sportschool, omdat het hier een hele kleine, veilige setting is. En echt, ik doe het ook voor mezelf. Ik heb gewoon de ervaring dat je er zelf een stuk fitter bent. Wij stimuleren ouderen om hier te bewegen doordat we wat aparte toegevoegde waardes hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld een fiets aangesloten op Fietslabyrint. En dan kunnen ze fietsen door allerlei steden. Oh, hij gaat nog steeds op Rotterdam zitten. Ja. Ik fiets liever door New York. Ja, dat snap ik. Maar 2 kilometer. Ja. En nog steeds voelt hij zich nog goed. Wij zijn heel blij dat ook studenten betrokken zijn bij Room to Move. Ze kijken of alles verantwoordelijk gebeurt. Zou ik u even helpen? Even kijken, start. Ben ik ook alweer vergeten. Hier zo. Ja, als student zijn wij super blij dat wij kunnen bijdragen aan het gezondheid van ouderen. Ik wil dus in beweging te blijven om ook mijn gewrichten te blijven smeren, zeg maar, dat het goed blijft werken. 10 jaar terug was ik niks meer. Nee. En ik ben blij dat ben dat ik nu ben. Dat als ze revalideren, dat ze dan langzaamaan zelf alles op kunnen bouwen. Ik had gekeken naar mijn leeftijdsgenoten, daar sta ik verder op. Nou, ik vind 25 minuten mooi, ja, of dan dat stop ik. Ja, dat snap ik. Nou, dan bent u toch hartstikke goed bezig geweest. Nou, om trots op te zijn, hè. Nou, dit is dus geweldig om te zien. En dit zien wij gelukkig steeds vaker. Het is dus zaak dat oudere mensen, maar ook jongere mensen, steeds meer bewegen en blijven bewegen. En vooral belangrijk, als er een periode van ziekte of operatie is geweest, dat we ook voorkomen dat we al te veel spiermassa en krachtverlies hebben, maar ook gaan revalideren. Want ziek zijn en herstel is nog steeds topsport. En dank u wel voor de aandacht. APPLAUS